Ik heb uit de Herziene Statenvertaling, ik hou van de Bijbel. En het is uit de Vrouwenbijbel notabene, want hij is roze. Maar goed, de Mannenbijbel is zwart, verder maakt het niet zoveel uit. Herziene Statenvertaling, en dan heb ik nummer 13. En mijn thema, dat willen ze natuurlijk eerst even laten zien. Spring in het diepe. Spring. En als het goed is, zie je een mooi plaatje erachter. En ik geloof dat het goed is. Straks aan het eind snap je waarom je mag springen. En het is niet alleen voor de dopelingen, want die springen er straks ook in natuurlijk. Maar het is voor meer. En daar ga ik heen zometeen. Springen in het diepe. Het zit iets uitdagends in, hè? En wij zijn, sommigen hebben het al gehoord, sommigen hebben het nog niet gehoord. Jullie zijn toch nog bezig met je water. En kan ik nog wel een minuutje vertellen. Wij hebben een huis gekocht afgelopen woensdag. En loopafstand, nog steeds loopafstand van de kerk ook. En componistenbuurt, ook een zijstraat van de Laan van Meerdervoort. Veel kleiner, dus dan hoef ik minder ramen te lappen en zo. Dus dat scheelt weer. En we zijn daar blij mee. En ons huis staat te koop. Dus als je nog een huis wil, dat kan nog deze week. Ik ben aan het poetsen, dan weet je dat eventjes. Dus ik heb gezegd, nou doe ik het in één keer goed en dan doen ze er maar weer mee. Nee hoor. Nummer 13. Herziene Statenvertaling. En dat vind ik een mooi stukje. En daar staat, ik vind het fijn als ik mee kan lezen zo. Kan dat? Nee? Oh, ik heb niet alles uitgeschreven, dus dan ga ik me zo meteen omdraaien. De Heer spreek tot Mozes. Stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen. Dat ik aan de Heer en aan de Israëlieten, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen en een leider onder hen. En mijn eerste punt is, dit is het beloofde land. En God heeft daarover gesproken. Ze moeten notabene een ander land uit Egypte verlaten. Ze gaan een woestijn door. En dan staan ze vlak voor de belofte. Het beloofde land. En hier zegt de Heer, stuur leiders. Mijn eerste punt is, God zet mensen in. God heeft jou en mij nodig in deze wereld om de beloftes van hem waar te maken. God wil dat wij ingezet worden om dingen te doen voor hem. Hij wil bekend worden. Hij wil grote dingen doen. Hij wil zijn beloftes gezien worden in deze wereld en dat het waarheid wordt. Als jij mensen wint voor zijn koninkrijk en ze laten zich dopen, dan is God blij, dan zijn wij blij. Maar hij heeft jou nodig gehad om iemand naar de kerk te brengen. Om iemand bij Alpha te brengen. Om iemand naar een connectgroep te brengen. Of in een team of wat dan ook. Hé, lieve mensen, God heeft jou en mij nodig. En God zet mensen in om je verstand, je wijsheid, je talenten, je tijd, je energie te gebruiken voor zijn koninkrijk. Vind je dat niet mooi? En hij zoekt ze. En daarom zijn wij ook een kerk die leiders voortbrengt. Wij zijn niet alleen maar één kerk hier in Den Haag. Maar we hebben campussen, we hebben dochtergemeentes. We zijn bezig om andere kerken te helpen. Om verder te ontwikkelen en om te ontplooien. Dat is mooi. En ik denk dat dat ook iets van de Heer is. En dan heb ik hier opgeschreven vers 27. Zij vertelden het Mozes, want er kwamen dan 12 mannen die verspieders waren. Ze gingen op onderzoek uit in het beloofde land en ze komen met z'n 12 terug. En deze mannen, zij vertelden het Mozes en zeiden, wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Vers 28, het volk echter dat in dat land woont is sterk, groot en reuze. Lieve mensen, als God een belofte voor je heeft, misschien genezing, misschien dat je familie gered wordt, dan moet je er wat voor doen. Dan wil niet de Heer dat je gaat zitten wachten, soms wel. Dan heeft het misschien iets met vertrouwen of geloof te maken, of van zijn goedheid, of weet ik veel. Maar er zijn ook dingen dat God gewoon zegt, gebruik je verstand. Kijk om je heen naar het beloofde land. Letterlijk in de Bijbel staat, Herziene Statenvertaling, gebruik je verstand. Gebruik je koppie. Kijk en zie. Wat zie je? En dan is het land, het is goed.
Oh, we zijn zo mooi en we zijn zo blij met iets goeds. Het goede bericht. We zijn blij met ons nieuwe huis. En we zien alleen maar de goede dingen. En weet je, maar het huis is wel kleiner hoor. Veel kleiner, moet even aan wennen. Maar de woonkamer is heerlijk groot en we kijken weer op een watertje uit en zo. Dus dat vinden we helemaal mooi. Helemaal blij mee. We zijn al een tijd naar op zoek geweest en we zijn dankbaar. Maar het is ook zo makkelijk bij een belofte van God dat je alleen het goede ziet. En dan je bekkie houdt, je mond dicht houdt en dat je niks goeds vertelt, maar dat je alleen maar kritisch bent, negatief praat. Ja, maar, ja, en dat gebeurt hier met een volk, leiders. En hier, wat staat er? Ze vertellen, ja, maar allemaal de problemen wat ze in dat nieuwe land zien. Ik geloof, als er nieuwe dingen zijn, als God wil dat je familie gered wordt of zo, dan kan je dingen vertellen. Ja, maar ze zijn zo. Of ja, ik zie ze te weinig. Of ja, ze wonen ver weg. Of ja, ze snappen dat toch niet. Ja, ze hebben teleurstellingen meegemaakt bij kerkmensen. Weet ik veel wat ze allemaal hebben. Ga niet het negatieve vertellen. Ga het goede vertellen. De beloftes van God. Net als Noach met de ark. Door één rechtvaardige man wordt een heel gezin gered. Klaar. Dat is de waarheid. Dat is een belofte. Dat is voor ons allemaal. En ik denk dat dat heel mooi nieuws is. Het is goed nieuws. Dat God jou en mij wil gebruiken om beloftes tot waarheid te laten komen. God wil dat in dit land grote kerken zullen worden komen, dat kerken zullen groeien, niet terug zullen nemen, dat kerken niet gesloten zullen worden. En dat is een belofte van de Heer. Het beloofde. En daar moet je wat voor doen. Oké, dan doen we daar wat voor. En hier staat, ze zagen de problemen. En 10 mannen van de 12, 10 zagen de problemen. Ze zagen het goede, maar er kwam een maar. Laten wij in ons vocabulaire dat woord maar schrappen. Laten wij dat niet meer gebruiken. Maar, en dan komt het. Ja, ze zijn sterk, net als reuzen. De steden zijn heel groot. En allemaal problemen. Waar praat je over als jij en ik een belofte van God hebben? Praat je dan over de problemen of praat je over de belofte van God? Ja, vers 30. Gelukkig. Gelukkig. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen. God zoekt Caleb's. God zoekt Caleb's die een volk de mond snoert, die het volk tot bedaren brengt. Is dat herkenbaar? God zoekt. Niet mensen die zeggen, oh, heb je nog meer te vertellen van het negatieve? Oh, ik heb nog wel een vraag. Hey, lieve mensen, heb vragen aan God. En ga vragen stellen aan gezonde leiders. Maar ga uit van positiviteit. Voel je me een beetje? Ga uit van positiviteit. En ik vind dat mooi. Hij bedacht een volk tot bedaren. Hij bracht een volk tot bedaren. Wij moeten durf hebben om een volk tot bedaren te brengen. Ik heb dat als 1A genoemd. Die anderen tot bedaren kunnen brengen. God zet mensen in. 1A die anderen tot bedaren kunnen brengen. Ja? Oh, maar dat is niet altijd zo leuk. Want dan snappen ze je misschien niet. Of ze zijn niet met je eens. Of ze wijzen je misschien af. Of ze vinden je heilig boontje. Of ze vinden je vroom. Of ze vinden je te positief. Het maakt niet uit. Het gaat erom wat God van je vindt. Zorg dat een volk tot bedaren komt. Want het gaat niet om jou. Het gaat uiteindelijk dat een heel volk geroepen was om een hele belofte te krijgen van een beloofd land. En doordat mensen verkeerd reageren, loopt men de belofte mis. Vers 32. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan. Ze gingen gewoon door. Caleb had ze geprobeerd tot bedaren te brengen. En dan gaan ze gewoon door. Met kritiek. Dat is het eigenlijk. In deze vertaling staat met mopperen, met klagen, met weeklagen. Ze gingen zelfs de hele nacht weeklagen. Nummer 14, vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Oh ja, het woord jammeren hadden we ook nog. Vers 2. Al de Israëlieten morden.
Wat een woord, hè? Dat zeggen we niet meer zo gauw tegenwoordig in Nederlands. Morden. Harde kritiek, zeg maar, tegen de leiders, tegen Mozes en Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte gebleven. Hallo. Hallo. In het land Egypte moesten ze slavernij doen. Ze waren gewoon slaaf. Ze moesten niet een paar uur, niet een 8-urige werkdag. Ze moesten heel veel uren werken. En vaak tot de dood. Ze hadden er zelf geen voordeel van. Het was voor de farao. Hé, lieve mensen. Hoe halen ze het in hun hersens? Gebruik je verstand, dat wil ik ook zeggen. Hoe halen ze het in hun hersens? Om te gaan klagen en morren. En dan ook nog te zeggen, ja, waren wij maar in het land Egypte gebleven. Apart, hè? Ik las het maandag. Ik dacht, moet je nou toch eens kijken? Ja. Ja, en dan gaan ze jammeren. Ja. En dan komt er een Jozua. Ik heb niet voor niks. We hebben niet voor niks onze zoon Jozua. We hebben één zoon en die hebben we Jozua genoemd. Nou, daarom. Vers 8. Oh ja, en dan zeggen ze er ook nog bij. Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Was ik maar dood. Dat eigenlijk. Lieve mensen. Let op wat jij en ik zeggen. Wat wij uitspreken. Was ik maar dood, is een verkeerd gebruik van je mond. Want je zult de vrucht plukken van wat je uitspreekt. En ik zou aanraden, op z'n allen slechts bedenk het. Ik zou het ook zeggen, haal het uit je denken. Maar goed, bedenk het, maar zeg het niet. Zeg het niet. Zeg niet, was ik maar dood. Of, maar spreek uit de beloftes van de Heer. Nou, je weet het verhaal misschien al. Van, ze gaan ook dood. God laat hun in de woestijn achter. Hier, vers 8. Maar er was gelukkig wel een Jozua. En die zegt, als de Heer, hij zegt trouwens nog meer goede dingen. Hij zegt dat het land goed was en zo. En dan zegt hij ook in vers 8. Als de Heer ons geroepen, ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. En zal hij het ons geven. Een land dat overvloeit, nog een keer is hij er positief over, van melk en honing. Weet je, het is zo belangrijk dat er Kalebs en Jozua's zijn. Het is zo belangrijk. Identificeer je met hen, wat zij deden. En zij spraken over de beloftes. Spreek over de beloftes, wat wij hebben als roeping van dit land. Niet alleen over Den Haag. God heeft ons niet voor niks in de regeringsstad gebracht. Het is een regeringsstad over het land. Vind ik wel heel grappig. Heel vroeger, ik was 17. Ik was aan het bidden en vasten. En ik had het idee dat de Heilige Geest zei, ik zal je naar een stad brengen en je weet niet wat voor belangrijke invloed die stad heeft voor het hele land. Ik had nooit aan Den Haag gedacht. Ik woon in Sipkelo. Ja, ik heb het opgeschreven toen. En toen wij hier kwamen wonen, wist ik, aha, dit is een regeringsstad met invloed over het land. De beloftes, bid voor 20 steden, CLC, kerken in steden hier in het land. God geeft beloftes. En bid daarvoor. En doe daaraan mee. En als je daar iets tegen hebt, zeg dan niks. Ja? Ja, heel goed. Ja, ja, dan mag je bij mij komen. Ik kan wel tegen wat stootjes, toch? Jawel. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Ik zeg niet dat je niks moet zeggen, maar in principe eigenlijk wel. Ja, ik zeg het wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar we snappen elkaar, hè? Ja, anders krijg je weer iemand die zegt, je mag niks zeggen, je mag best wel wat zeggen. Maar zeg het tegen de Heer. En je mag het ook nog tegen mij zeggen. Ik kan wel tegen een stootje, hoop ik. En dan staat er. En dan zie ik 1b, maar die heb ik zo klein geschreven, dat zie ik niet zo gauw. Wat had ik ook alweer opgeschreven bij 1b? Daar komt die. Oh ja, die opkomen voor wat goed en waar is. Ja, lieve mensen, God zoekt mensen die opkomen voor wat goed is en wat waarachtig is, wat echt is, wat waar is, wat van de Heer is. Ja? Dat is wat de Heer wil van jou en mij. En ik vind het mooi. Dat vind ik nou en dat blijft mooi. Punt 2. Een negatief rapport verspreidt zich als een vuur. Dat gaat veel sneller. Een negatief rapport gaat veel sneller dan een positief rapport. Ja, ja, veel sneller. Grappig, daarom zeg ik ook dat wij gaan verhuizen, maar dat wij nog op loopafstand van de kerk wonen. Ja, wij kwamen nu ook niet zo gauw lopend naar de kerk. Nu was het 23 minuten en nu is het geloof ik 28 minuten lopen. Ja, want mensen zeiden, oh, gaan ze weg? En het negatieve rapport, dat ging alweer veel sneller. Nee, we wonen richting Kijkduin. Dus we kunnen ook nog naar de duinen lopen. Ja, maar hier, even een negatief rapport verspreidt zich als een vuur. Hé, hey. En een heel volk wordt aangetast. Dat is erg.
dat jou en mijn praten soms zo gauw een heel volk kan aanraken. Dat kan ook in een kerk. Laten we positief zijn, lieve mensen. Laat nooit de verkeerde, de negatieve gedachtes de overhand krijgen. Ga ook niet over jouw persoonlijk leven. Als denk je dat ik het over de kerk heb. Ik heb het niet over deze kerk. Ik heb het eigenlijk het gebruik van je mond. En ik vond dat voorbeeld. Ik sloeg hem open maandag. Ik dacht, wow, wat een sterk woord is dat. En ik dacht, Heer, ook over je eigen leven. Je kan zeggen, ik ben te jong voor die opdracht van God. Straks hebben we dopelingen. En dan ga ik zeggen, jullie hebben allemaal een roeping van God. Je hebt iets van de Heer. Om minimaal je ene talent te gebruiken. En weet je, zeg niet ik ben zwak. Of ik kan niet goed praten. Of ik kan het niet goed uitleggen. Of ik ben niet bekwaam. Of ik ben te jong. Of ik ben te oud. Ga dat niet zeggen. Ga dat niet zeggen. Dat zijn negatieve gedachtes. Spreek uit. Ik ben sterk. De zwakken zeggen in Joël, hè? In Joël 2. De zwakken zeggen, ik ben sterk. En dat moet je soms zeggen. Ik ben sterk. Ik heb de Heer aan mijn zijde. Ik kan het, ik ben niet alleen. Ik krijg moed van Hem. Ik heb wijsheid. Ik heb een belofte. Ik heb geloof. Ga dat soort dingen zeggen. Ik hoop het met de Heer. Dat soort dingen. Maar ga het niet negatief praten. Ik denk dat we misschien dat in Nederland mogen leren. Of misschien moet ik dat leren alleen. Ook goed. Hey. Mensen denken soms, ik ben niks waard. Ik kan het niet. Of sommigen zeggen zelfs, was ik maar dood. Niemand kijkt naar me om. Maar er is wel een God die naar je omkijkt. Er is wel een God die jou lief heeft. Er is wel een God die je accepteert. Er is een God met een roeping voor jou. En daar zit soms 40 jaar tussen. En toen zei Caleb, na 40 jaar woestijn, en het hele volk wat had gemord en geklaagd en geweeklaagd en gejammerd en gepiept en alleen maar negatief gepraat, die was achtergebleven in de woestijn. Weet je wat dan zo erg is? Zij bleven niet alleen achter in de woestijn, maar ook hun kinderen en hun kleinkinderen. Als jij en ik negatief zijn, heeft dat ook invloed op jouw gezin, heeft dat invloed op je nageslacht. Lieve mensen, dat is erg. Dat is gewoon verspilling van tijd. Dat is iets van de vijand. Word wakker voor de tactiek van het vijand. Om de grote zegeningen tegen te houden. Die God voor ons allemaal heeft. God heeft voor ons allemaal minimaal heel veel beloftes. Gewoon minimaal. Het is niet zo van, oké, nou gaan we heel lang zoeken. Wat is de belofte? God heeft beloftes van dat het je goed zal gaan. Dat Hij je beschermt. Dat Hij je de juiste contacten geeft. Dat Hij vriendschappen wil. Dat Hij gewoon wil wat niet kan. Hij kan je helpen. En Hij zal je blijven helpen. Het is maar wat je gelooft. En weet je, laat nooit verkeerde gedachtes de overhand krijgen. En ga niet zeggen, ik kan het niet. Weet je, maar wees moedig en sterk. Herinner je? Herinner je, ik heb een paar namen. Herinner je Setur? Nee. Herinner je Gadi? Nee. Herinner je, ik moet even goed kijken, ik heb mijn bril niet op. Shafat met PH? Nee. Ik ook niet. Dat zijn drie namen van drie verspieders die negatief gepraat hadden. En die daarna niet meer genoemd worden in de Bijbel. Met iets positiefs. Wat zonde. Ze hadden als leider iets van grootheid in hun. Iets van goddelijks in hun. Iets van talenten in hun. Want ze waren niet voor niks een leider en uitgekozen. Lieve mensen, je kan als leider. Je kan zelfs zeggen, ik ben leider. Wat is dat? Als je negatief bent, kan je alles verprutsen. En wij zijn allemaal geroepen om iets te leiden. Jij kan een vriendschap leiden. Je kan je persoonlijke emoties leiden. Je kan je gezin leiden. Je kan je kinderen leiden. Je kan op je werk staat zijn of hoofd. Het is maar hoe je dingen beziet, lieve mensen. Laten wij de dingen, net als Joshua en net als Caleb, durven om moedig te spreken wat je gelooft en wat van de Heer is en zijn beloftes. Ja. Dus niet zeggen van het gaat slecht met dit land, maar Heer, u bent aan het werk in dit land. Ja, dat zijn mooie dingen. Ik heb als punt 3 opgeschreven, laat negativiteit of kritiek nooit je bestemming bepalen. Wees als een Caleb, ik ben sterk, ik ben vol vertrouwen,
ik ben toegerust. Ik ben ertoe in staat. Hij zei op zijn 80ste, geef mij die berg. Hallo, roepen wij nu. Misschien ben je 20, misschien ben je 30, misschien ben je 40. Wat roep jij? Wat zeg jij? Geef mij mijn gezin. Geef mij mijn buren. Geef mij deze stad. Geef mij steden. Wat zeggen we? Laten we wakker worden. Laten we wakker worden daarvoor. Ik heb gezegd, Heer, wij komen in een andere wijk in deze stad te wonen, in Bohemen. En ik heb gezegd, geef mij die wijk. Laten daar mensen nu tot bekering komen en die daardoor naar een kerk komen waar ze Jezus Christus prediken. Heer, ik wil dat. Waarom? Omdat God het ook wil. Ik wil die beloftes van dat je zaait. En Joshua had vanmorgen die tekst. Onze Joshua, die hier net stond, die het offer deed. Hij had die tekst, wie met tranen zaaien. Zaaien wij nog met tranen. Soms moet je door een strijd heen. We krijgen 30 september komt Leeuwarden erbij. Als 10e CLC, een stad waar CLC komt. Nou, lieve mensen, er is behoorlijk wat met tranen daar gezaaid. Wij moesten ergens daar helpen. En het is het helemaal waard. Meer dan 600 mensen die dankbaar en blij zijn dat ze hulp kregen en dat ze nu verder kunnen groeien en bloeien. En ze zijn zelfs aan het denken misschien om daar nog een tweede campus te gaan starten. Lieve mensen, er zijn mooie dingen aan de hand, maar je moet wel door iets heen breken. Je moet soms door negativiteit heen breken. Je moet door dingen heen breken. Laten wij met elkaar niet achter de mensen van negativiteit gaan staan. Die moeten zich bekeren. Maar laten wij achter die mensen aan gaan staan die het durven. Die moed nodig hebben. Van hey, breek door. Ga door. Waarvoor? Voor het Koninkrijk van God. Al zou niemand het zien, dat maakt mij niet uit. Als jij stil thuis in je slaapkamer aan het bidden bent, elke dag, om misschien een kwartier te bidden, doorbeden, voorbeden te doen, voor mensen hier, voor meer kinderwerkers hier, voor meer mensen in een team, voor dingen, dan zal God je dankjewel zeggen. Maar dan ben jij moedig en sterk en hebben we je nodig. Dat is mooi, hè? Ik heb nog een paar voorbeelden uit de Bijbel. Jeremia. Ik dacht natuurlijk, die naam moet ik me wat meer in verdiepen. Ik sloeg hem trouwens ook open. Want onze derde kleinzoon, die heet Eden Jeremia. Nou, dus dat moet ik natuurlijk even in verdiepen. Van wat is nou die naam en wat doet de Heer daar? En Jeremia wordt geroepen. Hij heeft al een roeping voordat hij geboren is. Hallo, als Jeremia dat heeft, hebben jij en ik dat ook. Voordat jij geboren bent, dan zit je op de achterste rij op de tribune, hoog en droog en warm. Dan, jij zwaait daar. En weet je, dan is het nog dat jij en ik, voordat je geboren werd, had God al een plan met je leven. En heeft God al een roeping voor je. En Jeremia ook. En die riep natuurlijk, ik ben te jong. Hey. En God zei, ik heb een roeping voor jou om een profeet te zijn voor een heel land, voor een heel volk. En hij deed zijn roeping en God bracht hem op de plek. Ik vind het mooi, Jeremia 29 vers 7, daar staat, zoek de vrede voor de stad. Ik denk, nou, dat kan ik toch niet laten missen. Voor Den Haag is dat ook een hele goeie. En weet je, zoek de vrede voor de stad waarin u in ballingschap hebt gevoerd. Bid ervoor tot de Heer, want in haar vrede zult u vrede hebben. Laat hem er even op staan. Want iedereen zegt, ja, ik wil wel bidden voor de vrede van de stad. Maar willen jij en ik ook bidden voor de vrede van de stad als we daar als gevangenen naartoe gevoerd zijn? Dan haat je die stad. Dan wil je met je hele lijf, dan wil je met alles wat in je is, die stad uit. Dan wil je weer terug naar Jeruzalem of terug naar Israël waar je vandaan kwam. Maar ze waren hier als ballingen. Ze waren als gevangenen in die stad. En dan zegt de Heer, bid voor de vrede van de stad. Durf jij en ik te bidden voor je vrede van je leerkracht op school, op de universiteit, waar jij bent op je werk, waar je bent, waar je gezet bent. Durf jij en ik te bidden voor je stad? Doe het. De stad heeft het nodig. Je werk heeft het nodig. De universiteit heeft het nodig. De Haagse Hogeschool heeft het nodig. Ik heb nog een tekst, Jeremia 1 vers 5 en 7.
Voordat ik u in de moederschoot, daar heb je hem, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Hier staat het. Toen zei ik, ach Heere, Heere, zie ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Mooi hè? Ik wil dat je het altijd even ziet. 2 Koningen 4. Sluit ik bijna mee af. Profeet Elisa, er is een vrouw die daar woont en die heeft op hun huis een extra kamer voor de profeet. En zij en haar man zijn kinderloos. En de profeet krijgt een woord en ze krijgen een zoon. En die zoon wordt 10 jaar. Hun enig kind. En op het veld is die en in die hitte krijgt hij last van zijn hoofd en hij sterft. Nu komt het. Deze vrouw gaat niet klagen. Gaat niet jammeren. Maar ze gaat daar waar de stem van God gehoord wordt. Ze zoekt de profeet Elisa. Onderweg. Ze gaat zo snel mogelijk. Onderweg. En haar zoon is gedood. Het meest erge. Misschien wat deze vrouw ooit heeft meegemaakt. Maar bij deze vrouw was dit niet het einde. Zij heeft hoop. Zij gaat naar Elisa. En ze gaat snel. En Elisa zegt tegen zijn knecht, daar komt die vrouw uit. Waarom komt ze zo snel? Wat is er? Vraag of het goed met haar gaat. En nu komt het. Wat zou nou jij en ik gezegd hebben als dan de knecht van de profeet, de man van God, als jij die ontmoet, dan ga je natuurlijk zeggen, ja, maar mijn zoon, mijn enige kind is dood. Ja, zeg, nou, nu heb ik zoveel verdriet en zo, is dat nou? Heb je me 10 jaar van laten genieten? Nou, had ik misschien liever helemaal geen kind willen hebben. Weet je al zoiets? Zij zegt als antwoord, als haar gevraagd wordt, hoe is het? Zij is niet kritisch, ze gaat niet klagen, ze gaat niet morren, ze gaat niet mopperen. Zij zegt, het is wel, het is goed. Lieve mensen, de kracht van wat jij en ik spreken. Spreek uit, het is goed met mijn gezin, het is goed met mij, het is goed met mijn leiders. Het is goed met CLC in Nederland. Het is goed daar waar ik een stap zet in het beloofde land. Wat spreken jij en ik? Het is een hele diepe. We hoeven het niet alleen te doen. Daarmee sluit ik af met een paar namen wat God ons geeft. Laten we even samen meelezen op de beamer. Ik hoop dat je eruit kwam uit mijn gekrabbel en mijn tekeningen. Jehovah Yahweh. Dat is de eerste. Zijn goddelijke namen. Jehovah Yahweh. Jehovah Elohim. Jehovah. Staat het met de betekenis erachter? Oké, dan mag je op de connectgroepen doen. Jehovah Elion. Jehovah Jireh. Jehovah Shaddai. Lieve mensen, er is een kracht. Jehovah. Oftewel, Yahweh, bijna niet uit te spreken. Maar dat betekent, ik ben, zegt God. Ik ben bij je. Ik ben. Heel krachtig. Jehovah Elohim. Meervoudig. Majesteit. Gods goedheid en genade. Jehovah Elion. Gods grote liefde. Lieve mensen, die namen. Jehovah El Shaddai, El Shaddai, Jehovah Jireh, El Shaddai. Almachtige God, God zal voorzien. God is al genoeg. Lieve mensen, dat is onze God. Jij en ik hoeven niet negatief meer te praten. We hebben een machtige God. Laten we bidden. Vader, ik bid u dat we de namen van u, de almacht, de kracht, het woord van u, dat we daarin ons geloof mogen hebben. Wilt u voor ons allemaal, ik ben zijn, Yahweh, de God die er altijd is. Wilt u voor ons allemaal, Jehovah Elohim zijn. Iets wat aanbeden moet worden, wat we mogen eren, het allermeeste. De Heere is God, de Allerhoogste. Of meest geliefde God, Jehovah
Elion. U bent de almachtige God, El Shaddai. God, algenoegzaam, die de vijanden verslaat. U bent Jehovah Jireh. De Heere zal voorzien. Lieve mensen, Heer, ik kom met dit volk, met deze mensen voor uw troon. Openbaart u zichzelf aan hen en help ons onze tong te gebruiken om de beloftes van een goede God te vertellen aan de mensen om ons heen. Dank u wel daarvoor. Amen. Met mijn God spring ik in het diepe.